NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Er komt een hele belangrijke wedstrijd voor NAC aan tegen een directe concurrent. Ben je al met zaterdag bezig, die wedstrijd tegen ADO Den Haag? Ja, natuurlijk. Dat is vanmorgen al begonnen. Je moet een hoofdstuk moet je nu afsluiten. En je moet dan ook weer gelijk verder. Dat is ook wel het mooie aan het voetballen natuurlijk. Je hebt elk weekend de kans om een wedstrijd te spelen. En natuurlijk is dan aanstaande zaterdag, dat is de eerstvolgende wedstrijd, is dan een hele belangrijke wedstrijd. Het is natuurlijk voor mij een leuke wedstrijd. 11 seizoenen NAC Breda. En nu bij de vijand van NAC. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Is het lekker om direct tegen een directe concurrent te beginnen? Ja, goed, directe concurrenten. Ik bedoel, de competitie is natuurlijk niet zo ver weg. Maar goed, het is wel een directe concurrent, ADO Den Haag. Maar dat maakt niet zoveel uit. Het zaterdag moet zorgen dat het enthousiast, dat de spelvreugde is. Dat die jongens laten zien aan het publiek en aan alles iedereen. Maar zeker ook voor zichzelf. Ja, dat ze er meer uit willen halen dan dat ze er nu toe gedaan hebben. Als je kijkt naar de stand op de ranglijst, dan ontloopt dat elkaar niet veel. En dan is de plicht van ons van ADO om van NAC te winnen. Het is raar om te zeggen van mij, maar... Zo is het wel. En je hebt jarenlang bij NAC rondgelopen om terug te keren dan in Breda. Hoe zal dat moment zijn? Ja, ik kijk ervan uit. Ik woon natuurlijk nog gewoon in Tetering. En ik kom nog veel mensen tegen die ook op de B-side staan en die overal op de tribune zitten. Dus ja, daar krijg ik links en rechts wel wat verwensingen naar mijn hoofd in een positieve zin in ieder geval. Maar ja, ik ben... 11 jaar bij NAC geweest, dus NAC zal altijd een speciaal plaatsje in mijn hart houden. Maar nogmaals, ik hoop toch dat wij met ADO gaan winnen.